Liberen Koistra. Oké, handen omhoog. Wie heeft er nog een abonnement op de krant? Wauw, dat zijn er nog best veel. Hey. Goed, jullie doen het allemaal hartstikke goed, maar zoals jullie weten zijn het steeds minder. Het gaat ook niet zo heel erg goed met de kranten in Nederland. Ik snap het ook wel, want je kunt al het nieuws dat je wilt lezen, gratis en online, en ook zoveel verhalen als je wil, van The Guardian tot de New York Times, gratis online wanneer je wilt lezen. Maar er gaat wel iets heel belangrijks verloren in de tussentijd. Dat is onderzoeksjournalistiek. En waarom is dat zo belangrijk? Mijn vriendin zei me in voorbereiding naar naar Logenda, misschien moet je eens een mooi, lekker dystopisch plaatje schetsen van een wereld zonder onderzoeksjournalistiek. Volgens mij hoeft dat niet. Volgens mij hoeven we daarvoor niet naar de toekomst te kijken, maar net zo goed naar vandaag kijken. Wat nou als, we zitten nu al jaren in een financiële crisis. Banken zijn naar het casino gegaan met ons spaargeld. In de tussentijd is er flink op cultuur bezuinigd. Kost een kaartje bij Lowlands opeens een stuk meer. Is het steeds moeilijker om een baan te vinden. Wat nou als een journalist 10 jaar geleden op tijd dit had aangekaart? Had uitgezocht, yo, hier gaat echt iets mis. Die banken zijn iets bijna crimineels aan het doen. Of denk aan wat Ancilia zei, denk aan Snowden. Wat nou als hij niet was opgestaan en Glenn Greenwald, die een half jaar heeft moeten mailen, niet uiteindelijk bereid was gevonden, of dat er geen Glenn Greenwald was om dat verhaal op te schrijven, zodat we nu nog wel weten nu wat de overheid allemaal van ons via de computer te weten kan komen. En nog een keer handen omhoog als je in een gemeente woont die minder dan 50.000 inwoners kent. Best wel veel. De kans is best groot dat er misschien één, en misschien wel helemaal geen journalist meer is in zo'n gemeente, die de politici controleert. Die kijkt of een politicus jullie misschien niet al jarenlang aan belazer is. Of een klein lokaal bedrijf die misschien gif aan het dumpen is in de vijver of in de rivier, whatever. Zo erg is het over het algemeen in Nederland niet. Het is redelijk goed geregeld. Tegelijkertijd er zijn steeds minder en minder controle. Ik zie onderzoeksjournalistiek een beetje als de steen die David naar Goliath gooit. Wij zijn de steen. Jullie zijn David, de werknemer, of de burger, de consument. En Goliath is het bedrijf, is de politiek, is de overheid. David is in staat om met een slinger van één steen, Goliath, die vele malen groter is dan hemzelf, op de grond te krijgen. Maar dan moet je die steen wel oppakken. En dat proberen we steeds makkelijker te maken tegenwoordig. Als je wil klokken luiden, hoef je alleen maar op www.publieks.nl in te loggen, een paar keer te klikken. Je kunt documenten insturen, compleet anoniem en veilig. En op die manier kun je klokken luiden. Crowdsourcing. Een mooi voorbeeld van crowdsourcing is dat, dat weten niet veel mensen, maar nog voor de Amerikaanse inlichtingendienst wist Bellingcat, een nieuw initiatief in Amerika, waar dat die raketten afgeschoten zijn door pro-Russische rebellen. Met behulp van een heleboel bloggers die foto's hebben geanalyseerd. In Nederland heeft het weblog Sargasso uitgezocht met behulp van vele lezers. Waar in Nederland hangen er allemaal camera's die ons ongevraagd aan het filmen zijn. Crowdfunding komt ook steeds meer op. Ik heb zelf, dan ook dit shirt aan, een bedrijf opgericht waarbij je voor €5 precies dat verhaal dat jou aangaat kan crowdfunden, zelf kan bepalen en daarmee kan realiseren dat die Goliath waar jij problemen mee hebt, dat die stenen naartoe gegooid kan worden. Wij proberen het jullie steeds makkelijker te maken. Ik ben zelf onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. En ze noemen mij vaak de nerd. Ik zit daar achter vier computers mijn gezicht te bleken elke dag. Codes te schrijven, te programmeren. Maar ik voel me af en toe een held. Omdat na heel veel maanden achter naar die computers staren, je op een gegeven moment belastingontwijking door grote bedrijven kan aankaarten. Of greenwashing door gemeentes. Of Henk Krol, de hypocrisie van Henk Krol naar buiten kan brengen. En ik wil jullie eigenlijk uitnodigen om dat gevoel te ervaren. Om ook zo'n steen op te pakken en te gooien naar iets waarvan jij denkt, daar gaat misschien iets mis. Mijn naam is Sibre en bedankt dat jullie hier zitten. Dankjewel, Sibre. Geef hem nog één applaus, Sibre. Ja.